Wat een haar. Daar is dat. Iedereen lacht, hij kan niet zingen. Hij is gevraagd om een klein woordje te spreken als nacht burgemeester van Den Haag. Maar ik word ook gestolkt af en toe door die snor. Voor mij is het een snor, want ik ben ook een fotograaf van Flikka. F-L-I-C-K-R. Hij heet de snor. En jullie kennen hem hier als dit is Den Haag.nl. En zo zie je hem op mijn Facebook. Hij heeft mooie portretten gemaakt, zeer herkenbaar. En ik moet af en toe met mijn speaker, want het is mij ook maar overvallen. Eergisteren. En dus normaal bereid ik me ontzettend goed voor. Ook voor Parkpop, omdat ze er heel dagen van tevoren. Precies 2 uur daarvoor. Maar wij hebben een paar dingen hebben wij in één lijn zitten. Ik maak ook foto's. Ik wilde hem opzetten, maar ik ben het vergeten. Maar ik heb een bril tegenwoordig met een camera aan, niet deze. Dus ik moet even een foto maken. Fotograferen doen we samen. Maar ik las hier in zijn biografie, want dit is gewoon zijn papiertje. Het idee is ontstaan in Parijs. En dat herken ik, want ik ben zeer verliefd geweest op Parijs vroeger. En daarom een meisje gemaakt. Maar in ieder geval, de herkenbare beelden. Maar dat heb je in ons eigen fucking daaraan ook. Want kijk de portretten, zeker wat je allemaal maakt, daar gaan we nog meer voorbij. Dat zijn we dan niet hangen. En het is zeer herkenbaar. En wat hier ook staat, het is ja, hier komt het gewoon. Ja, ik zie dat nooit, maar ik kom het wel iedere dag tegen. Ook hier en ook jullie. Dat is gewoon leuk. En hij heeft je heel erg mooi uitgeleerd. Nee, ook. Ik weet niet, als een beetje van fotografie af, zeg maar. En ik ben er ook wel eens jaloers op. Ik denk, shit, dat zag ik ook. En dan had hij hem al, dan zag ik op Facebook voorbij, of op Twitter, of op Flikker. Dat is echt zo. In één keer het Binnenhof. Voor de mensen die daar staan, hier hangen er ook een paar. Dus dit is een spiegel. Je wordt normaal geknipt. Maar ook die dame die hier zit bijvoorbeeld, maar ook mijn grote vriend Martin hangt bij ergens. Martin hangt daar, mijn grote vriend, toen ik nog op de grote markt werkte. 24 uur per dag voor een bed sturen. Maar hij staat er fantastisch op. Ik heb ook een paar goede foto's van Martin. Ik ben heel af en toe ben ik jaloers op hem. En daarom ben ik trots dat ik als nachtburgemeester. Deze tentoonstelling die hier tot 24 september hier blijft hangen. Dus kan je niet genoeg krijgen, kom je een paar keer terug. Ga je toevallig op die stoel zitten, dan pakken hun je aan. Dames, dan gaan ze met zo'n schaartje. Ik zie een aantal spiegelbolletjes zo hier. Zo, net zoals ik heb het vandaag nog. Maar ik wil het openen met een dame. Voor het mooie werk van Martijn Piet.